kunt dat zelf bewerken. Zo komt het als het in de fabriek bewerkt is. Dit is een wol gekamd in een lont. Dit is wol gekaard in een vlies. En er zijn gewoon heel veel soorten wol, heel veel verschillende schapenrassen. Die hebben allemaal een ander soort wol. Dit is van de Australische Merino. Dat is een hele fijne wol, wat goed geschikt is om aan je lijf te dragen. Dit is Tiroler Bergschaap. Dat is een veel grovere wol. Ik gebruik die vaak in het binnenste van tassen. Hier is ook één laag deze, omdat het gewoon een zekere stevigheid geeft. Bij die heb ik trouwens, er is een laag zijde. Eén laag van Tiroler Bergschaap en één laag Merino. Nou, het proces van wilten trek ik daar plukken uit. Is dit hier bijvoorbeeld opleggen. Je moet altijd zorgen dat je de vezels in twee richtingen legt. De vezels moeten elkaar bedekken. Je moet eigenlijk zorgen dat je één egaal oppervlak maakt. Het is dus een volledig losse vezel, zoals je kunt zien. En het bijzondere van vilten is dat je eigenlijk op zo'n eenvoudige manier, door deze losse vezels te besprenkelen met lauwwarm zeepwater, dan voel ik met name die Tiroler, die vraagt wat extra water. Hier ga ik met zeep overheen, om iets makkelijker de lucht nog eruit te krijgen. Dat gebeurt nu. Als ik dit dan wegpak, voorzichtig, dan is dit helemaal een beetje vol. Ik kan nu al proberen of ik al met mijn handen erop werken kan. En door deze wrijving gaan die schubben in elkaar haken. En door steeds verder te werken, krijg je een vast stof. Vilten is eigenlijk de oudste textiele werkvorm welke er is. Was er voor het spinnen. Ik werk altijd van buiten naar binnen. De wol zou zelf weg willen vloeien. En als ik dit een poosje zo heb gedaan, dan kan ik ook rollen. En dat is wat in de basis in Centraal-Azië eigenlijk meestal gebeurde. En ik rol hier nu met mijn matjes. Ik maak een kern. Deze rol ik in en die kern maak je zodat je begin plat blijft. Dan rollen we dat in de handdoek. En nu kan ik dit rollen. Grote dingen maakt, voor een tapijt zou je eigenlijk minimaal 7 keer een kwartier moeten rollen.
en nog een achtste keer om zeker te weten dat alles goed in orde is. Kan ik zoiets ook die gooien? Dan moet ik steeds van allerlei andere kanten. Het idee is steeds, het moet druk krijgen om in elkaar te haken. Zelf hou ik van een beetje afwisseling. Ik vind het nooit zo leuk om uren aan het stuk te rollen. Ik wissel nog wel eens in wat ik doe. Maar je ziet na dat hele korte werken eigenlijk, het is nog niet klaar voor vilt, maar het is wel al een vaste stof. Ik zou het nog steeds kapot kunnen maken, maar het is wel al in elkaar gehaakt. Nu de verhouding zeep-water is altijd zoeken naar precies de goede hoeveelheid zeep, de goede hoeveelheid water. Nu is eigenlijk een beetje veel zeep, probeer er nog wat weg te doen. En je ziet, het wordt steviger, het stof. Het wordt kleiner. Dat is wat de krimp doet. Als je het in eerste instantie uitlegt, moet je het ook, zoals je ziet, deze, ja, die lag dus uit op 5 meter maal 4,20 meter en dan het middenstuk nog dubbel. Dus je hebt meer in het begin nodig door de krimp. Dit heb ik ook als een workshop voorbeeld gemaakt. Hier zit heel veel op, zodat mensen een idee kunnen krijgen wat ze allemaal kunnen doen. Maar deze is dus eigenlijk dezelfde techniek, maar dan omgevormd naar een meer hedendaags design.